Dit is het nieuws van dinsdag 19 januari met vandaag. Nieuw kwaliteitsteamproject Rijnboog bekendgemaakt. Unit Academy kent nog geen dropouts. Arentheem niet onder indruk van Elsevier scoren. Dit is het kanaal 13 Nieuws. Fijn dat u kijkt. De regio in 30 minuten. Dit is het kanaal 13 Nieuws. Met grote plannen in het vooruitzicht werd dinsdagmiddag in het Stadsatelier het nieuwe kwaliteitsteam voor het project Rijnboog bekendgemaakt. Nadat in september vorig jaar het oude team wegens oneenigheid over de ontwerper was opgestapt, werden vandaag de nieuw gekozen leden door wethouder Roeland Kreeft verwelkomd en voorgesteld. Het is best wel een roerig jaar geweest rondom het Rijnbogenplan. Hoe blij bent u dat er een nieuw kwaliteitsteam nu staat? Nou, ik ben er heel blij om. En het is ook heel belangrijk voor het project dat er een groep is die zich daar echt in verdiept en ook bezig is met de kwaliteit van het plan en ons daar scherp op houdt, terwijl wij bezig zijn met ontwerpen. Dus we hebben ook flink haast gemaakt om een nieuw kwaliteitsteam bij elkaar te krijgen. En we zijn ook heel erg blij met de mensen die we daarvoor hebben gevonden. Ja, want wat is een kwaliteitsteam precies en waarom is het juist zo belangrijk om dat te hebben? Een kwaliteitsteam is een groep deskundige mensen die de kwaliteit van het plan bewaken. Dat wil zeggen, er zijn allerlei mensen die aan het plan werken. Mensen van de gemeente, stedenbouwkundigen, architecten. En wij willen heel graag dat het plan een eenheid wordt. En daar gaan zij op letten. Daarnaast heeft het kwaliteitsteam ook een rol in de communicatie over het project. Ze zijn ook ambassadeurs van het project. Ze communiceren daarover naar allerlei partijen die daarmee bezig zijn. Nemen deel in discussies en zijn daarmee ook onder andere de drager van het gedachtegoed wat achter het plan zit. En hoe zijn de leden van dit team geselecteerd? Nou, wij hebben gewoon gekeken naar architecten en stedenbouwkundigen en landschapontwerpers die waar wij ervaring mee hadden, die wij kenden. Waarvan wij ook wisten dat ze een staat van dienst hadden die aansloot, kennis en ervaring die aansloot bij de opgave die hier in Arnhem is. En waarvan we ook wisten dat het qua persoon mensen waren of mensen zijn die ook op een manier sturing kunnen geven aan het project die wij voor ogen hebben. En dat wil zeggen dat het niet alleen maar deskundigen zijn die van afstand uitspraken doen over het project, maar dat het ook echt mensen zijn die bereid zijn om in debat met architecten en stedenbouwkundigen, maar ook met inwoners en met ambtenaren van de gemeente dat plan op een hoger pijl te trekken. Project Rijnboog is een omvangrijk binnenstedelijk herstructureringsproject voor het zuidelijk deel van het centrum van Arnhem. Het oorspronkelijke ontwerp werd gemaakt door de geestelijk vader van het Rijnboogplan, de Spaanse architect en stedenbouwdeskundige Manuel de Sola Morales. Zijn definitief schetsontwerp bleek echter te duur, waarna hij besloot zich uit het project terug te trekken, gevolgd door de rest van het team. Nou, ik vond het een heel eervolle vraag dat ik gevraagd werd. En tegelijk was er natuurlijk ook direct dan de twijfel van, kan ik echt achter het plan staan? Ik ben natuurlijk zelf ook ontwerper. En kan ik dan als ontwerper ook het plan verdedigen? Want de gemeente vraagt niet alleen aan ons om de plannen te toetsen, maar die vraagt ook om echt achter de plannen te gaan staan. En ook als dat nodig is te verdedigen. Dus voor mij was dat even wel nog een overweging. En ik heb een aantal mensen gesproken en in die gesprekken, de echte Arnhemmers die hier wonen, vrienden van mij. En in die gesprekken merkte ik dat ik langzamerhand steeds meer het plan ook echt ging verdedigen in zijn essentie. En natuurlijk zijn er altijd wel twijfels over bepaalde onderwerpen, maar in zijn essentie dat je zegt dat die stad weer aan die rivier moet geheeld worden en dat je routes moet maken en dat openbaar gebied er een heel belangrijke rol in speelt. Ja, dat was voor mij als landschapsontwerpen heel belangrijk. En dus kon ik niet anders dan volmondig ja zeggen. En ik begin steeds enthousiaster te worden. Het Rijnboogplan is op dit moment nog in de eerste fase. Gedurende deze periode zal het grootste deel van het totale programma worden gerealiseerd. Verwacht wordt dat medio 2014 fase 1 kan worden afgerond. Het duurt nog zeker tot in maart voordat de steiger rond de toren van de Eusebiuskerk in Arnhem wordt bedekt met een doek waarop de kerk is afgebeeld. Die verwachting spreekt commercieel directeur van Nedersign, Joop Nefkens, uit. Dit Duivense bedrijf kreeg de opdracht de kerk voor een periode van ongeveer 10 jaar toonbaar te maken. Ontwerpbureau Diep Arnhem maakte ontwerp voor het doek. Het doek moet door abseilers worden aangebracht. Afhankelijk van de weersomstandigheden duurt zo'n operatie zeker een week. Daarvoor moet eerst een frame om de huidige stijgerconstructie heen worden gebouwd.
Het rechtstreeks aanbrengen van het doek op de steiger brengt namelijk slijtagerisico met zich mee, doordat het doek bij wind tegen de steigerconstructie klappert. Twee Arnhemse projecten dingen mee naar de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit. Tot de 16 genomineerden behoren 100% mode in Klarendal en multifunctioneel centrum Presikhaven. Provincie Gelderland reikte de tweejaarlijkse prijs uit om de ruimtelijke projecten die als voorbeeld voor anderen kunnen dienen in de schijnwerpers te zetten. Aan de prijs is een bepaald thema gekoppeld. Deze keer is dat ruimte voor nieuwe maatschappelijke functies. Een vakjury bepaalt de winnaar. Dit keer is er ook een publieksprijs voor de winnaar van de verkiezing op www.gelderland.nl/publieksprijs. Stemmen hiervoor kan nog tot en met 14 maart. De enige Nijmeegse genomineerde is Museum het Valkhof. De uitreiking vindt plaats op 25 maart. Het centrum van Groesbeek krijgt er mogelijk een supermarkt bij. De Wiegense projectontwikkelaar Belin is met Ahold in onderhandeling over een nieuwe Albert Heijn in een nieuw woonwinkelcomplex aan de Groesbeekse Dorpstraat. Die moet komen op de locatie van de huidige Rabobank. De Rabodirectie schoot onlangs de bouwplannen voor een nieuw kantoor verderop in de Kerkstraat af, onder meer na bezwaar van de Groesbeekse Milieubeweging. Wethouder Sjaak Thijssen heeft er vertrouwen in dat voor het bankkantoor een geschikte nieuwe locatie wordt gevonden. Projectontwikkelaar Belin doet de bouwlocatie Dorpstraat over aan bouw- en handelsmaatschappij Van Erk uit Endrik Ido Ambacht, omdat Belin volgens de wethouder het project financieel niet rondkrijgt. Van Erk neemt alle gemaakte afspraken over. Na maanden te hebben stilgelegen is de bouw van het appartementencomplex naast de Loerderskerk in de Nijmeegse wijk Hatert dan toch hervat. Projectontwikkelaar Justus Magnus heeft na het faillissement van eerdere aannemers Berndsen en Braam in Van Schijndel uit Geffen een nieuwe aannemer gevonden. In het complex worden 21 appartementen gerealiseerd, waarvan er inmiddels 11 zijn verkocht. De bouw lag stil door een conflict tussen opdrachtgevers en aannemers. Justus Magnus wil een afbouwgarantie. De aannemers wilden die niet afgeven en claimden geld van hun opdrachtgever. Deze wist voor de rechtbank aan te tonen dat hij daartoe niet verplicht was. Het tweede multifunctioneel centrum in het Arnhemse Schuitgraaf komt mogelijk toch in het centrum van de wijk. Na veiligheidsstudies viel afgelopen najaar het centrum af als bouwlocatie. Deze lag te dicht op het spoor Arnhem-Nijmegen en was daarmee ook te gevaarlijk. Onderzocht wordt nu of het winkelcentrum en het MFC van locatie kunnen ruilen. Wel betekent het dat er een nieuw centrumplan moet komen. Of dit alternatief kan worden uitgewerkt is afhankelijk van de gevolgen voor de al vertraagde bouw van het centrum dat in 2013 gereed moet zijn. Duidelijk is in elk geval dat het MFC niet aan de noordkant van de Metamorfoseallee komt. Op dat plan hadden de scholen en wijkbewoners veel kritiek met het oog op verkeersrisico's. De Unit Academy in Nijmegen, die anderhalf jaar geleden is gestart, kent volgens nog geen afhakers onder de 30 leerlingen. Deze tweejarige dagopleiding voor beeldende kunst en vormgeving is opgericht voor jongeren van 18 tot 28 jaar met aantoonbaar artistiek talent, maar die door autistische kenmerken in hun ontwikkeling worden geremd. Hoe worden de leerlingen nou precies geselecteerd? Ze melden zich aan, dat is een voorwaarde. Ze moeten zich aanmelden en dan vragen wij aan hun om een vragenformulier in te vullen. Een vrij uitgebreide vragenformulier. En een portfolio mee te nemen. En dan komt er een gesprek van een uur, anderhalf uur. Waarin we aan de hand van een vragenlijst kijken hoe gemotiveerd ze zijn. En aan de hand van het portfolio hoe talentvol ze zijn. En bij elkaar is het talent en de interesse om een beroep in de wereld van de kunst te ambiëren en ook daar succesvol in te kunnen zijn, ons idee. Eigenlijk de graadmeter of de maatstaf om aangenomen te worden. Het is een tweejarige dagopleiding. Er zitten nu zo'n 30 leerlingen. Was er ruimte geweest voor meer? Gezien de accommodatie, de ruimte hier, zoals je ook kunt zien, kunnen niet veel meer dan 16 per leerjaar zijn. Van de andere kant wil je ook een bepaalde kwaliteit waarborgen. En we hebben gezegd, we doen niet meer dan 16, want dan kunnen we het nog overzien. 12 zou misschien idealer zijn geweest, maar je hebt natuurlijk ook een financieel plaatje wat meetelt. Wat de doorslag heeft gegeven. Nou, 16, dat is echt het maximum.
Nou kwam het in het nieuws omdat er vooralsnog geen afhakers zijn. Of vrij bijzonder voor opleidingen in het algemeen, denk ik. Trots op? Ja, daar zijn we ontzettend trots op. We moeten er wel toch een maatje bij zeggen. Want onze huidige tweedejaars, waarmee wij vorig jaar gestart zijn, die hebben alle 16 de eindstreep wel goed gehaald. Maar van twee mensen hebben we gedacht van nou, zou het voor hun verstandig zijn, ondanks het beeldend talent wat ze hebben, om op de Unit Academie verder te gaan. Die vraag hebben we aan hun voorgelegd en ze hebben zelf de beslissing genomen om niet door te gaan. Dus we zijn het eerste jaar wel afgemaakt met 16 studenten. Het tweede jaar zijn we begonnen met 14 studenten. De Unit Academy is een particuliere school en is gelegen aan de Sint-Canisius Singel in Nijmegen. De leerlingen, 16 tweedejaars en 14 eerstejaars, komen uit alle delen van het land. De meeste van hen wonen begeleid op Werkenrode in Groesbeek of in het Leo Kannerhuis, het expertisecentrum voor autisme in Doorwet. De school krijgt subsidie uit verschillende fondsen. Nou, is het een particuliere school? Ik kan me voorstellen, dat brengt voor ouders met name ook vaak wel nodige kosten met zich mee. Kunnen alle leerlingen die wel artistiek talent hebben, toch ook autismeverschijnselen hebben, wel zich inschrijven bij zo'n opleiding? Ja. Veel van onze studenten die hebben een WAJONG-uitkering, een uitkering voor jonggehandicapten. En het UWV is vaak ook voor deze jongeren bereid om dat schoolgeld te betalen. En dan maakt het natuurlijk voor veel meer mensen mogelijk om deze studie te doen. Want het zou inderdaad een heel bedrag zijn voor een ouder of jongere zelf om dat op tafel te leggen. Dat is natuurlijk gigantisch. Zijn er nou voor ouders en geïnteresseerde leerlingen ook nog open dagen? Ja, zeker. Dat is toch heel belangrijk voor mensen om te komen kijken. Want je kunt de sfeer proeven en je kunt kennis maken met docenten. Maar de open dagen vinden plaats dit jaar op 31 januari, op zondag, van 12 tot 4. En dit jaar op 14 maart ook van 12 tot 4, ook weer op een zondag. En het voordeel van die zondag is dat het geen koopzondagen zijn en dat je geen parkeerprobleem hebt met je auto gewoon hier in de buurt kunt parkeren. Meer informatie over de opleiding en de open dagen is te vinden op www.unitacademy.nl. Het waren weer spannende tijden voor de middelbare scholen in Nederland. Zoals ieder jaar presenteerde het opinieblad Elsevier afgelopen zaterdag de resultaten van de scholentest, waarbij op basis van de gegevens van de inspectie van het onderwijs alle middelbare scholen in Nederland worden vergeleken. Een van de scholen die hierbij niet zo goed uit de bus kwam, was de HAVO-afdeling van het Arentheem College aan de Middagdesingel in Arnhem. Deze school behoort volgens het blad namelijk tot de 5 slechtste HAVO-opleidingen van Nederland. Nou, je leest eerst alle locaties door. Toen dacht ik, we doen het beter dan vorig jaar, dus we zijn tevreden. Locatie Middagten ligt wat genuanceerder. Daarom heb ik er ook zo naar gekeken. Want de slechte score van Middagten is alleen voor de opleiding HAVO. De opleiding VMBO-GT, de MAVO-opleiding, doet het prima. Of in ieder geval heel redelijk, voldoende. En de HAVO heeft inderdaad slecht gescoord, maar dat is een opleiding die we afgebouwd hebben inmiddels. Dus ja, het is jammer dat je zo de krant haalt, maar de opleiding bestaat niet meer. Maar heeft u enig idee wat de reden is geweest dat die HAVO-afdeling zo slecht heeft gescoord? Ja, toch wel. Er zijn meer redenen. Maar de belangrijkste reden is toch wel dat we het niet voor elkaar kregen om goede leraren voor die HAVO-afdeling te krijgen. Dat komt omdat het een oude MAVO-HAVO-opleiding is. Tegenwoordig zie je vaak HAVO-VWO-scholen. Dit was een MAVO-HAVO-school. Dat betekent dat alleen de bovenste 2 jaar HAVO is. En daar moet je een eerste graadse docent voor inzetten. En die zijn heel moeilijk te krijgen op dit moment. En zeker voor een MAVO-HAVO-school met een vrij kleine HAVO-bovenbouw is haast geen eerste graadse docent te krijgen. Waar wordt die afdeling nu ondergebracht? Is dat op een andere locatie of wat gebeurt er nu? Ja, we brengen ze nu onder bij deze locatie waar we nu zitten. Dit is de HAVO-VWO-locatie aan de Thomas Campuslaan. En de leerlingen zijn na leerjaar 3, dus met ingang van leerjaar 4, ingestroomd in de bovenbouw van de HAVO-opleiding van Thomas Campus. Dus de leerlingen zitten nu hier. Nou, nu is dit natuurlijk een lijstje, maar hoe belangrijk is zo'n lijst voor een school eigenlijk? Nou, het is niet zozeer de lijst in Elsevier die belangrijk is voor de school. We lezen hem uiteraard wel, want het is januari, het is de tijd van de open dagen. Ten grondslag aan de lijst liggen de inspectieonderzoeken. En inspectieonderzoeken zijn voor ons natuurlijk van elementair belang. In de eerste plaats evalueren we zelf altijd de uitslagen elk jaar. Dus deze cijfers zijn ons bekend, dat weten we. En daar zetten we ook acties op in. Vervolgens komt Elsevier en in april komt de lijst van de inspectie. Want dan komen alle landelijke gegevens ook bekend. Dus ja, Elsevier is een mooie tussenstap, maar het bevat geen nieuwe gegevens. En we baseren ons op de cijfers van de inspectie straks in april.
Het onderzoek dat door Elsevier is gedaan heeft betrekking op de cijfers van de schooljaren 2006 tot en met 2008. Hierbij is onder meer gekeken naar de resultaten van de eindexamens, de schoolonderzoeken en of leerlingen vaak blijven zitten. Het gemiddelde eindexamencijfer op het HAVO van het Arentheem College over de periode 2008 was een 5,8. Nou, de school werkt altijd aan zijn cijfers, aan zijn resultaten en je bent eigenlijk nooit tevreden. En onze resultaten van de HAVO-opleiding hier op Thomas zijn uitstekend. Je moet wel over 3 jaar goede resultaten scoren, wil je echt in de 2+'jes terechtkomen, om het zo maar te noemen. Maar we hebben hier een voldoende resultaat geboekt. En ook het gymnasium hier doet het uitstekend. Onze VMBO-opleiding aan de IJsselaan, het Leerpark Presikhaaf, beroepsopleidingen. Die jongens en meisjes hebben 2 jaar op allerlei onderkomens gezeten hier in Arnhem en hebben nu net hun nieuwe gebouw betrokken. Dus we waren toch een beetje bang voor de eindexamenresultaten, maar die waren gewoon goed. Dus met uitzondering van de HAVO-opleiding van de middag, die we dus afgebouwd hebben, scoren we zeker redelijk, om het zo maar te noemen, en in de meeste gevallen ruim voldoende. Het Arentheem College is echter niet de enige school in Arnhem die slecht heeft gescoord. Ook de gemengde of theoretische leerweg van VMBO-school Het Venster stond onderaan de lijst. Volgens de directie zeggen lijstjes niet alles. De school werkt altijd hard aan verbetering en vindt leerlingen even belangrijk als cijfers. Nee, echt, het gaat om beide. Wij willen A, een school zijn waarin leerlingen zich breed kunnen oriënteren, waar ze op hun plek zijn, waar ze een leuke schooltijd hebben. Maar we zijn ook zeer voor de goede resultaten en we investeren zwaar op goede resultaten halen. Tot zover het kanaal 13 Nieuws. Hierna kunt u kijken naar een uitzending van de taxi in de stadsregio. Blijf kijken dus. Zometeen eerst het weer. Graag tot morgen.